Beetje scheef, maar alleszins maakbaar. Lekker dik op de rode. En alleszins te missen ook, zoals je ziet. Heel merkwaardig. De laatste vijf voor Kullemans. Die zou de eerste moeten worden. In de 27e beurt. Harmonica stoot van bijzondere kwaliteit. Die we nog eens moeten bekijken. Dan lijkt het of die bal het helemaal niet gaat doen, maar dan komt het effect eruit. De laatste band, er is geen sprake van een klos. Eigenlijk een specialiteit vroeger van Nederlander Popeyes. Heel mooi uitgevoerd. Nummer 2 misschien. Goed uit de hoek. Tellen. En nog 3. Nog 3 punten voor Raymond de verschrikkelijke. Ja, die moet voor Kellemans normaal gesproken geen enkel probleem voor hem, deze bal. Rustig op tempo spelen. 32e beurt. Moet het gebeurd zijn. Afgezien natuurlijk van de naastoot van Kobayashi. Dat is hem. Kobayashi, 2 punten achter Kellemans. Zou hij dat nog kunnen opbrengen? Ik kan het haast niet geloven. Hij moet hem nog links stoten ook. Snijden van rood. Helemaal naar die andere hoek. Kan, het kan. Ja, en nog 1. Formidabel wat deze Kobayashi in de nabeurt laat zien. 49 voor Koba, 50 voor Kellemans. En ik heb u al verteld, bij een gelijke stand volgt een extra time, een extra aantal punten van 5. Wie het eerste 5 heeft, dat wordt dan geen remise, is dan winnaar. Jongen, jongen, wat een climax. Nog 1. Koba, kan je dat? Nou, ja, nee. Te kort. Nee. Kobayashi heeft het gespeeld. Kellemans is wereldkampioen. Kobayashi met 1 punt verloren. Grote Matador, 3e plaats. Tomori Japan, 4e Blondal Zweden. 5e Ikuchi en 6e Rini van Bracht.